Hallo en welkom bij Postmodel Trainstuff. Een kort vervolg van de trein die niet wilde. Nadat ik de hier achter in plastic heb gezet zodat dit wiel wat minder eruit zou schieten, doet het loopwerk het wel goed. De motor maakt nog steeds geen goed contact en de verlichting doet het nog niet. Misschien dat ik hier nog eens een tweede poging aan geef. Maar het is en blijft een prachtig ding. Maar over deze ga ik het vandaag niet hebben. Ik heb Harris 2 New Arrivals. Dit zijn autoslaaptreinen van Harris. Die ik op de kop heb weten te tikken. Het zijn van die modellen van Harris. Ik kom ze af en toe tegen. Ik vind ze eigenlijk altijd wel heel mooi. Zo ook deze. Het is verder niet al te veel speciaals. Er zit geen verlichting in of wat dan ook. Maar hij is keurig netjes kort gekoppeld. En het is de oude slaapterrein waar ik vroeger altijd met mijn met de trein of met de bus toen ik in Den Bosch kwam langs reed. Dan stond deze er, gekoppeld natuurlijk met een heleboel autoladers. Zoals deze. Kijk, deze is volgens mij ook nog nooit uit de doos geweest. Zelden. Dus dan krijg je. Kijk, hier moet nog wat aan gebeuren. Deze zal er ook wel los op zitten. Ja, de autoslaapterrein. In combinatie met deze. Deze passagiers bij ons en dan kon je daarmee naar Zwitserland of Zuid-Frankrijk met je auto. Altijd fascinerend gevonden als ik daar langs kwam. En nu kwam ik deze tegen en dacht ik, ja, die neem ik mee. Er valt over de autoslaaptrein niet bijzonder veel te vertellen. Ze rijden niet meer, dat is één ding wat erover te vertellen valt. Want ze vliegen is dusdanig goedkoop geworden dat met de autoslaaptrein gaan biedt wat luxe dat je eigen auto bij hebt, maar voor de rest is het alleen maar een vrij dure manier van reizen. Dus er zijn niet veel mensen meer die daar gebruik van maken. Ik had ook nog nooit eerder modellen gezien van die slaaptreinen zelf. Dus toen ik ze zag met z'n tweeën, ja, toen wilde ik ze natuurlijk hebben. Ik weet dat er nog een derde is. Die heeft een wat afwijkend interieur, als ik me niet vergis. Deze twee zijn vrijwel identiek en hebben alleen maar een ander nummer op de trein zelf staan. Dan hebben we het over de 5184 0570008. En deze is de 5184 natuurlijk 0570 0011. Dus dit is de 008 en die andere is de 011. Zakjes met onderdelen zitten er keurig bij. Die kunnen er nog op. Ik ben er blij mee. Even kijken. Deze nog in beeld gaan krijgen. Nee, haast niet. En zo is vast te dichtbij. Ja, de Ski Express. Tot zover deze aflevering met de New Arrivals. Twee stuks. Slaaptrein. Kijk, als je het leuk vindt, like en deel. En ik zit inmiddels geloof ik op de... ik heb meer subscribers dan video's, of was het nu andersom? Nee, ik heb meer subscribers dan video's, dus het gaat de goede kant op. Ofwel, ik ben lui geweest en ik moet meer video's gaan maken. Dus ik hoop dat er nog een heel aantal gaan komen. Tot de volgende keer!